Zag je die? Wat doe je nou, maat? Ging mis. What the fuck is dit? Wat lieten ze zien? Deze mensen zijn gewoon lam. Ze lopen hier gewoon lam door de fucking wasstraat heen. Taxi. No, thank you. I'm not a taxi. Zo, ik stuk even mijn broodje, maar dames en heren, jongens, meisjes, goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Jongens, ik ben vandaag al zo vroeg op. Ik ben vandaag al heel vroeg op, het is nu 9 uur en ik ben op de zaal. Ik was in Haarlem blijven slapen en ik ga straks, even kijken, sowieso editen, koffietje nemen natuurlijk, maar ik heb de drone meegenomen, want mijn pa die wilde dat ik even op het dak ging filmen om te kijken of er is iets met een goot of zo waar iets lek is. Dus we willen gewoon even gaan kijken en dan hoeven we niet met de ladder omhoog, maar dan gebruik ik gewoon de drone. Dus dat is hartstikke handig. Maar eerst ga ik eventjes lekker buiten in het zonnetje zitten met mijn broodje en mijn cappuccino. Elke keer genieten van de zon. Jongens, daar gaan we. Dronepiloot Vincent. Hopelijk gaan we hem niet tegen een gebouw aanknallen of in een boom, maar dat komt helemaal goed. Hatsi flatsi platsi natsi klatsi natsi flatsi katsi blatsi katsi. Oh jongens, jongens, jongens. Ik was vandaag lekker vroeg op om 8 uur en ik was al om 8:30, of nee, dat is niet waar, 9 uur was ik al hier op de zaak. Maar ik heb al lekker veel gedaan en dat voelt altijd hartstikke goed. En het is nu pas 11 uur en ik heb om 12 uur afgesproken met Niek en Ruben om te gaan padellen. Hey, trouwens, we moeten nog even een vierde persoon zoeken. Maar Niek die komt straks gezellig naar mij en dan gaan we padellen weer. Ik moet er zeggen, de laatste tijd vind ik padel echt leuk. Het is echt een hele leuke sport, dus als jullie het nog niet hebben gedaan, dan moet je het een keer gaan doen. Het is echt wel leuk. Het is een combinatie tussen squash en tennis en pingpong. Alles in elkaar, alles in elkaar. Maar goed, let's go. Naar huis. Dit is vuilnis. Vuilnis gaat in de prullenbak. Vervolgens... Jezus. Welkom weer een nieuwe vlog. Zo, dan is dit jouw vriend, hè? Bizar. Dat is niet mijn vriend, hoor. Nee, maar ik zeg tegen haar, dan is dit je vriend. Oh, die boerenlul. 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 Oh, hi. Hey. Oh, kom erbij. Ja, hey, kom erbij, joh. Ah, we zijn niet zo moeilijk. Nou jongens, wij zijn nu ergens bij NTC. En ik ga een padelracket kopen. Want nu huur ik hem elke keer. We gaan zo vaak dat ik dacht van ja, het is eigenlijk gewoon handig om eentje te kopen. En het is ook gewoon chill. Dus we zijn nu ergens bij een heel groot tenniscentrum. NTC, de Nederlandse tennis. Of niet? Nee. Of slaat het nergens op? Nee, het slaat nergens op. Maar goed, oh kijk, hier heb je het al. Hier een Adidas racket, hij is van Finn. Hij is mooi. Hij is kleurrijk. Een Adidas dingetje. Ja, ik vind hem dik. Het is ook echt een ding voor mij. Beetje kleurtjes en zo. Ja. Ik ben benieuwd of ik hier een beetje wat mee capriolen kan uithangen. Mooie smashes en zo. Ik denk dat je alsnog gaat verliezen. Echt niet, ik verlies nooit. Is Nick goed? Weet ik niet meer. Ik heb wel een paar keer met hem gebeld, maar ik weet niet of hij echt heel goed is. Nee. Maar goed, we moeten een beetje opschieten. Ik moet ook nog tanken. Dus we komen sowieso later dan 12 uur. Maar goed, het is even niet anders. Trots. Ja, het vlogje, Nick is er ook bij. Hartstikke leuk om te padellen. Hoe vaak heb ik nou met jou gepadeld? Veel. Volgens mij maar 2 keer of zo. Ik denk niet dat je beter bent. Maar wij gaan tegen de 2 lovebirds, hè? Ja. Dus we moeten eigenlijk wel winnen. Waar is jouw love? Moet je hier parkeren? Ik denk wel de app aanzetten. Nou, daar gaan we jongens. Ga lekker padellen. Maar jouw vlogs, hè? Die bestaan toch eigenlijk het grote deel aan te laat komen, padellen, kip eten en dat. Ja, eigenlijk dat. Dat is wel... Hey, wat vet. Je hebt hier de klimmuur. Zo. Kom, we gaan challenge doen. Oh, daar ook helemaal. Oh, dat wil ik straks wel doen. Denk ja, we gaan challenge. Gaan we gewoon heel even snel op. Maar goed, jongens. Zet wel even een zin in. Oké. We gaan padellen. Best wel gek. Ze hebben hier 9 banen, maar er is nog helemaal niemand. Nee. Maar is dit nieuw of zo? Ja, ik denk ook dat het nieuw is. Oh ja. Wel lachen. Kijk, ik zei ook al, padel is natuurlijk best wel populair, zeg maar. Maar... ja, mensen werken natuurlijk nu, maar het is... Oh, wat gebeurt er? Wow, yo! Dit is gek. Oh, een vrouw heeft een strikje boven. En een man heeft een strikje hier. Ah, oké, okay, duidelijk. Ja, gek. Allemaal heel gek. Er stonden 5. Zeg maar, je moet in sets werken. Ik weet niet, dat mensen die tennis spelen, die weten dat. Maar anders niet. Je speelt zeg maar een spelletje. En als je het spelletje wint, dan krijg je 1 set. Of 1 game. Het is toch 1 game? Oh ja, 1 game. Je hebt 6 games. Er stonden 5-0 voor. En vervolgens hebben ze met 7-5 gewonnen. Ruben en Amber, wat goed. Niek moet beter ons best doen. Of moet ik beter mijn best doen? Nou, ik kan me herinneren dat jij 2 games verneukt hebt, dus... We gaan weer door. Tweede pot, ook weer verloren. Maar... kijk, het is een beetje zo... We laten jullie ook gewoon leuk meespelen. Ja, nee, het is gewoon een beetje... Weet je,
wij laten jullie gewoon ook een beetje meespelen. Want het is natuurlijk niet leuk als Niek en ik alleen maar domineren. Hoezo, twee potten gewonnen? Ja, ik weet het. Winnaar van eentje van ons dan? Ja, wij zijn, we gaan nu gaan we ons best doen. Laatste game. Ook verloren. Het gaat gewoon niet goed. Dit was gewoon niet onze dag. Niek die is even snel weg, want die moest nog ergens heen. Dat is niet het probleem. Wij waren gewoon iets beter, denk ik. Nee, dat vind ik niet. De reden vond ik ook niet winst. Het was wel heet het nek aan nek. Dus we echt op het randje. Jullie hebben maar één punt. Trouwens, we hebben nog niet eens verloren eigenlijk. 7-6 voor. Jouw teammate niet verlaat. Het veld. Ja, dat is waar. Mijn teammate is weggerend. Helaas. Maar goed, ik ga lekker naar huis en dan ga ik editen. Ik weet eigenlijk niet of jullie dit weten. Volgens mij weet niemand dat. Maar ik ben hartstikke dyslectisch. En het is heel verwarrend dat ik er nu opeens mee begin. Maar ik ben ooit getest toen ik volgens mij in groep 6 zat. En zat ik bij de zwaarste 10% van Nederland. Dus ik ben gewoon een zware dyslect. Maar goed, ik had het er net over met mijn ouders. Ik moest vroeg op dyslexie training, omdat ik daar echt ook op zat. Moest ik dit oefenen. Zo, kijk, vingers uit elkaar. En dan twee vingers bij elkaar, uit elkaar, uit elkaar. Zeg maar dit. Kijk, kan je, ja, het is dit. Ik ben benieuwd of jullie dit ook kunnen. En het gekke is, ik kan het dus met alleen links. Want kijk, als ik het met rechts ga doen. Ja, ik kan dat gewoon niet. Amber, kan je ook. Amber, kom, ja, laat maar even zien. Dit kun je. Zeg maar, oké, dus nee, zo. Uit elkaar, bij elkaar, uit elkaar, bij elkaar. Ik kan het niet. Nee, hè? Kan jij het? Doe eens. Ja, jij kan het wel. Maar jij bent ook dyslectisch toch een beetje? Of is het gewoon half? Ik heb gewoon gekocht als certificaat, man. Ja, gek. Maar dit is dus echt een soort van spelletje voor je brein. Want ik moest het dus leren omdat het voor je brein, zeg, voor je hersenen, om snelheid of iets met dyslexie of zo. Maar goed, laat me eventjes in de comments weten. Ga het proberen en kijk of jullie het ook kunnen. Ik ben wel benieuwd. Ondertussen worden hier heerlijke broodjes gemaakt. Kijk eens eventjes. Een broodje met sla en komkommer en chili saus. En dat was het. Oh nee, dat is niet waar. Want er komt nog kip bij. Ben jij toch een goede kok? Ik wil het gewoon graag voor jullie regelen. Waarom kijk... Jij keek eerst naar. Nee, keek ik niet. Ik keek helemaal niet. Nee, ik ook niet. Dus ik kijk ook niet. Jongens, ik weet niet wat het is met mijn laatste dagen, maar ik ben opeens zo sportief bezig. We hebben net gepadeld en ik ga nu weer padellen. Dus allemaal hartstikke leuk het gezuip en dat laat in mijn nest komen. Maar ik ga tenminste wel sporten ook. Zo, dat was echt gewoon even mezelf, ja... Mezelf geruststellen en gewoon echt goed praten dat ik elke keer te laat in mijn bed kom en veel drinken in het weekend. In het weekend, eigenlijk alleen op donderdag. Donderdag is echt onze uitgaansdag. Maar goed, we gaan gewoon alweer padellen. En deze keer in Overveen met Mick en Liaf. Dus let's go, de auto in. Ik ben helemaal ready, want we gaan naar een première. Yay! Nou, doe eens even normaal. Hey, één ding. Ik heb een klein nieuwtje voor jullie. Kijk, nou. Dat Vincent weer te laat gaat komen. Nou, hoezo? Ik ben deze keer met jou. Ja, maar kijk. Normaal zeg ik altijd, yo, we moeten opschieten. Kom op, hup, hup, hup. Ik heb dit keer gewoon niks gezegd. Jij wil nog voor de tweede keer gaan padellen vandaag. Prima. Toen dacht ik, nou, ga, we zouden nog uit eten gaan naar Loetje. Nou, dat heeft helemaal niet. Loetje kon niet meer. Hey. Toen zei ik, we bestellen wel wat thuis. Nou, hij is letterlijk net thuis. Maar jij was ook gewoon pas... Omdat ik jouw locatie deed nog in Overveen zat. En ik dacht, ja... Maar goed, we gaan gezellig naar een première samen. Weet je dat, jongens? We missen nu wel dat fotomoment. Dat is wel beter, man. Dan sta je weer... Moet je op de foto doen, zoals ik het leuk vind. Ja, en zo'n voorproefje, weet je. Zo'n voorproefje dat... Nou, deze film is geregisseerd door... Mag het wat even wat harder? Dat... Ja. Nou, maar het is... Jij zei dat het 8... Eerst zei je 5 minuten rijden was, toen 8. Maar het is 15 minuten rijden. En het is nu 5 voor... 8, of en ja, om 8 uur begint hij. Dus... Oh, we zijn bij 0, we moeten eruit. Hey, joh. Nou, is ook mooi. Meestal dan gaan we daar in die parkeerplaats staan waar we altijd staan. Maar
overal staan auto's en zo. Maar blijkbaar is de Ziggo Dome en AFAS Live helemaal afgeladen. Ja, dat is kut. Ja, dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Nou, we gaan nu naar de film. Ja, het is begin is toch kut? Ja, je moet boeien. Je moet altijd inkomen. Dat snap ik toch nooit ja, in het begin. Nee. Skippen dat. Ja, boeien. Hoi. Ben jij de acteur van de film? Ja, namelijk de Sketch. Sorry, wat zeg je? Namelijk de Sketch. Lijp, ouwe. Nou jongens, goed nieuws. We zijn nog op tijd. Het is wel helemaal kut. Ja, dat wel. Maar we kwamen beneden aan. Het gaf het ding uit. Dus gaan we waarschijnlijk nu beginnen. Dus we zijn nog net op tijd. Au, fuck. Niet tegen dat ding aan. Oh, kijk, ze zijn nog bezig, joh. Verdomme. Wat doe je nou, maat? Ik mis. Godsamme. Nee, we zijn wel op tijd. Ja, dat wel. We zijn op tijd. Tijd. Shh. Bij iedereen is het schoon, behalve bij ons. Kom maar even. Lopen mensen door McDrive? Nee, Nick. Oh, het zijn zwervers. Ik ben aardig. Waarom willen wij naar McDrive? Oh, ze willen naar links. Huh? Waarom gaan we eigenlijk naar McDrive? Wat gaan ze, wat doen zij? Dit zijn geen zwervers. Nee, dit zijn geen zwervers. Kom, we gaan kijken wat ze aan het doen zijn. Hallo? Goedenavond, Fatima. Hi. Ja? Er staan hier een paar mensen buiten bij de McDrive. Die willen misschien ook wat eten. Hallo? Ja, ze kunnen naar binnen gaan. Robin, ja? Oh, no, sorry. I don't know. Sorry, ik moet heel veel bestellen. Wait a minute. Er staan hier twee mensen buiten, sorry hoor. Ja? Finn, wat wil jij? Ik wil kip nuggets ook, wil jij ook? Kip 20, met zoet zuur. Ja. Mac croquet. Chili chicken. Ja, please. Chili chicken. Ja. Veggie spicy McChicken. What the fuck? Dat was hem. Dan kunt u door naar het eerste raam. Dankjewel. Ik zou even misschien iemand een beveiliger naar buiten sturen, want het zijn hier twee dronken, gekke mensen. Ja. Oké. Okay. Doei. Doei. What the fuck is dit? Wat lieten ze zien? Ik viel een kaartje van een hotel of zo. Deze mensen zijn gewoon lam. Ze lopen hier gewoon lam door de fucking wasstraat heen. Ze weten niet waar ze zijn, denk ik. Are you okay? Okay. Thank you. What the fuck? Hi. 18,50 €. En misschien een beetje korting op de dinsdagavond? Nee, sorry. Laten we er 18 euro van maken. Nee. Ja, dat zijn de... Had ik jou net daar aan de lijn? Ja. Oh, deze twee mensen die... No, thank you. I am not a taxi. What's with that? Yeah, Romania. But we're not a hotel. I don't know where that is. Oh, ze moeten naar het hotel. Oh. Ik heb de telefoon. Yeah. Ja, ik ga niet. Ik zal het raampje maar dicht doen. Taxi. Goedenavond. Wat is dit? Hè? Volgens mij zijn het gewoon twee lamme Roemenen die gewoon... Dat is snel. Volgens mij zijn het gewoon twee lamme Roemeense vrouwen die gewoon... Sorry, tijd? Volgens mij, ze zeiden Roemenia, hotel. Ja. Ze wilden dat jij ons naar het hotel bracht of dat jij misschien hun naar het hotel wilde brengen. Ik denk dat ze geen idee hebben waar ze zijn, dat ze helemaal fucked up zijn. Ja, want de vrouw had ook echt een zieke halve liter in de hand. En dat is wel dik hoor op de dinsdag. Dan ben je wel wat vrouwtje. En ja, maar goed, ik ga ze niet naar een hotel. Nee, ja. Maar ze willen een taxi, dus ze willen waarschijnlijk dat wij een taxi voor hen hier stappen ofzo. Oh jongens, wat lekker. Na de première weer lekker thuisgekomen. Ruud, wij kwamen... En dan verlaat de tegenstander gewoon een wedstrijd. Oh, wat heb jij een zwaar leven zeg. Ruud, wij waren net in de McDonald's. Ja? En er waren twee, volgens mij Roemeense vrouwen, die volgens mij helemaal bezopen waren. En die zochten een hotel. Volgens mij. Want nee, kom maar mee. Nee, ze liet zo'n kaartje zo. Yo, gel. Heb je dat gefilmd? Ja, wel deels. Ja, een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Het is alweer lekker weer. En dan weet je... Dan is hij weer vrolijk. Dan is hij weer vrolijk. Dan
Maar, ja, kijk, hij is er ook weer bij. Ja, King of Fabrillis. Nee jongens, we zijn richting Ouderkerk in Amsterdam. Want we gaan weer even lekker bij Heijs een broodje eten. Even lekker ontbijten. Dus lekker op het terras zitten. Lekker weer jongens. Gezellig mannen zo met jullie. Lekker. Nee, dit was echt trouwens momentopname, ja. Nee, we zijn lekker aan het praten jongens. En we gaan toch eventjes een lekker rosé doen. Het zonnetje schijnt, dan mag het. We kunnen het niet laten. We kunnen het echt niet laten. Nou jongens, let's go. Dat is Rubens idee hoor. Ja, ik vond het ook. Het was een slechte invloed die jongen. Ja, dat is niet normaal. Nou jongens, Niek die komt trouwens straks onze kant op. En die wilde heel graag met mij vissen. 13 euro. Dus wat we gaan doen, we gaan eerst eventjes voetballen met Joris en met Ruub. En daarna gaan we waarschijnlijk eventjes kijken of we vis kunnen vangen. Ja, dan gewoon je zitten mee. Niek die komt naar boven. Oh, fuck! Ik kijk altijd achterom van hier. Nee! Ik wist het! Ik kwam al zo uit de lift. En toen was je niet dacht, oh, oké. Okay. En dacht ik, kijk nog één keer om. En toen zag ik dat kleine kutcamera van jou. Oh, ik dacht, vorige keer zei ik van, ik had je verwacht bij lift. Ik dacht, ga je deze keer spooken. Schrikken. Ja. Hallo. Wat zie je er gezond uit? Waarom? Omdat je aangekleed bent en je haar zit. Ik ben gewoon helemaal niet. Wat is dit? Dit werkt dan of zo? Dit is voor je dichtstaande. Kut, Niek. En wat gebeurt er nu dan? Dat ga je morgen pas zien. Maar ja, morgen ben ik er niet. Dan moet je terugkomen. Oh ja. Maar dit is dan goed voor de plant of zo niet? Ja, kijk, je geeft natuurlijk alleen de plant daar water. Maar die in het regenwoud komt natuurlijk ook af en toe regen en nevel. En dat absorberen de bladeren zelf. Dus dat is goed voor de bladeren. Nou, dat wil je wel eens geleerd houden. Ja, inderdaad. Ja, dat wisten wij niet. Nou, lekker bezig. Moet je een plantenspuit kopen? Heb je achternaam? Volk? Ja, Freek. Volk. Nou, zijn achternaam is Rozen, dus dat... Dit heeft wel iets te maken met planten, ja. Mijn opa was bloembollenboer. Ah. Ik heb wel roots. Jongens, we gaan vissen. We zouden eerst gaan voetballen, maar dat gaat niet door. Want Joris had geen zin meer om te voetballen. En er is blijkbaar training en zo. Vieze voetballen, wat ga jij nou doen? Maar goed, nu gaan we vissen. Wat heb jij zo'n goed matchy pakje aan trouwens? Ja, van mijn sponsor. Ik weet niet wat er met mijn camera aan de hand is, maar hij geeft opeens heel vaak een signaal aan dat hij gewoon leeg is. Terwijl hij dan niet leeg is. Want net echt 2 seconden geleden stond er 35%. En nu is opeens, staat er oranje tekentje van, joh, je kan niet meer... Het is een signaal dat je moet stoppen. Oké. Nee, je kan niet meer filmen, dus ik heb eventjes mijn GoPro meegenomen. Moet je kijken jongens, dit was een tasje vroeger. Toen ik naar Oude Vera ging met mijn vrienden, had ik zo'n tasje meegenomen. Dan ben ik net zo'n gangster zo. Wie dan? We gaan het hier proberen, echt voor ons huis. Ja, Ruben komt er ook aan, maar dit is ons huis. Maar we gaan hier, gaan we vissen. Maar Niek, jij denkt dus dat we hier vis kunnen vangen? Ja. Oké, nou ja, we gaan het zien. We zijn naar een andere plek gegaan, jongens. Maar ik ruik het of zo, hier zit vis. Ja, hier zit vis. Hier zit vis. Ja. Het is mooi weer, de lucht en zo. De lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. En vis. Ja, dit is wel echt, het ziet er beter uit, jongen. Dit is echt viswater, je ziet het al, echt viswater. Nou jongens, zoals jullie waarschijnlijk horen, er staat best wel een flink windje, dus het vissen lukt niet helemaal. We gaan nog even één ander plekje opzoeken, kijken waar het wat rustiger is, misschien minder wind. Misschien wat kleiner, misschien is dit dan weer een beetje te groot. En kijken of we daar wel een vis kunnen vangen. Ja. Heb jij er vertrouwen in? Ja, zeker. Ja. Jij niet? Nee, ik heb er totaal geen vertrouwen in, maar goed. Even naar een ander plekje. Dat kan ook over het fietspad. Wil je dat doen? Wat? Op het fietspad terugrijden? Waarom? Om het bakje aas te vangen, het bakken die van het dak af is gevallen. We hadden het bakje aas boven op het dak gezet en we hoorden het net vallen. Moeten we er nu brood aan het haakje gaan doen? Of? We kunnen het ook gewoon opgeven, maat. We hebben nu geen eens aas meer. Kijk even of hij, misschien is hij ergens achter blijven hangen op het dak of zo, weet ik veel. Nou, na ons visavontuur zitten we lekker boven op het terras. Maar kijk, er is dus echt iets heel erg raars. Namelijk, er staan daar beneden karretjes. Maar kijk hoe lang. Wat is dat voor... Waarom zo lang? Het loopt helemaal tot en met daar. Dus zeg maar, dit kleine stukje is nog weg. Want dat zijn ook parkeerplaatsen. Wat een gekkigheid. Ik weet niet waarom ze dat doen. Ik weet niet waarom ze dat handig vinden. Maar oh, kijk, er komt nu een auto langs. Zo, het is toch onhandig?
Oh jongens, wat een leven, hè. Het is niet normaal. In het zonnetje. Jongens, wij gaan lekker eten. Hey. Goedemorgen, guys. Jongens, ik was mijn camera kwijt. Want ik had hem bij Ella laten liggen. Maar ik heb hem nu pas terug. Het is nu 2:30 bijna. Of nou, dat is niet waar. Het is 2:00 trouwens. Maar ik heb hem weer terug. Yes. Maar het is fantastisch weer. En wij gaan weer padellen. Ja, ik weet niet hoe vaak. Heb ik het deze vlog ook al gedaan? Ja, ook al. Jongens, het is zo leuk. Ga het eens een keer spelen. Oh, en wat je ook moet gaan doen is abonneren. Dat wil ik ook. Doe mij even abonneren. Thanks. Dag, ik ook. Binnenkort maar even eentje openen. Mannen, het is pas 2:00. Maar het is wel donderdag. Laat jij eens even je ding zien. Hey. Ja. Even kijken hoor. Wim. Hij is mooi, hè? Weet je, ik moet zeggen, hij past bij jou zo. Ik zie jouw gezicht en dan denk ik dat ding en dan zie ik den. Ja. Dit klopt. Mijn head. My head. Your evil head. Oh. Mooi. Ja. Waar is jouw lekker dan? In de auto. Okay. Jongens, we zijn er weer. Wat een fantastisch weertje. Ik heb er weer zin in. Oh, jongens, we hebben hier een nieuw balblik. En het klinkt goed. Maak me open. Oh, jij bent echt kut. Ja, ik hoop dat je hebt gesneden in je vinger. Nee, het klinkt altijd heel erg lekker. Als je een nieuw zo'n potje met ballen hebt, dat is fantastisch, dat is heerlijk. Maar goed, we gaan beginnen. Vervelend jongens, ik mag dus nooit meespelen omdat ik niet goed genoeg ben. Omdat ik niet goed genoeg ben? Mag ik meespelen? Ja, je mag met mij. Yay! Kijk. Mannen! Kijk, dit is nog eens een aankoop. Godzidori. Jongens, ik blijf hier zo van genieten. Van het heerlijke golden hour'tje. Alles is dan zo mooi hier. Maar goed, Ruben, die heeft heerlijk. Kijk eens eventjes. Sushi besteld. Jeetje, wat doe je dat goed. Oh, dit is ook niet normaal, hè. Oh. Maar goed, het is donderdag. Dus we gaan vanavond in die zin rustig aan doen. Normaal gesproken gaan we altijd naar de supper en gaan we gek doen en allemaal lijpe dingen. Maar nu gaan we gaan straks richting Joris en Alexander. En dan gaan we daar gewoon een beetje chillen en dan gaan we waarschijnlijk ook uit. Maar dan gaan we gewoon, gewoon rustiger een dankje doen. Maar goed, ik heb het gevoel alleen mezelf voor de gek hou als ik dat zeg. Aangezien ik waarschijnlijk toch weer lekker ga drinken en ga lol maken. Maar dat is niet erg. Maar eerst gaan we genieten van een wijntje en lekker eten. Dames en heren, jongens en meisjes, het is nu de volgende dag. We zijn gisteren uit geweest en het was echt, het was chaos. Het was chaos, jongens. Ik ben ook een beetje brak, moet ik zeggen. Een klein beetje brak. Maar goed, zoals ik altijd zeg, het maakt niet uit. Maar goed, vond deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.